Ik weet nog dat ik de zaal van de halve finale binnenliep. Het was ook heel goed licht. En toen ik ging stemmen hoorde ik al dat het een hele fijne zaal was. En waren eigenlijk alle zenuwen weg. Ik ben Zorion Gerius. Ik ben 16 jaar oud en woon in Zoetermeer. En dit is het bos waar wij graag wandelen. Al vanaf het eerste moment dat ik de viool heb gehoord, toen was ik nog heel klein. Toen wist ik eigenlijk al meteen, toen voelde ik dat dat heel erg bij mij past. Dat gevoel is eigenlijk nooit weggegaan. Het is gewoon een diepe liefde voor de viool en het heerlijk om viool te spelen, altijd eigenlijk. En wat er zo bijzonder is aan het Davina van Wely concours, is dat er een modern werk in zit van een moderne componist. Dus er wordt echt een stuk gemaakt voor dat concours. En ik heb die componist ook kunnen ontmoeten. En ik had nog nooit een componist in levende lijf ontmoet. Dus dat vond ik wel heel gaaf aan dit concours. Ik weet nog, bij de halve finale was ik na het spelen gewoon zo blij al. En ik zei tegen mijn vader van, het maakt helemaal niet uit. Ik ben nu gewoon zo blij dat ik nu zo heb gespeeld. En het is hetzelfde hierbij eigenlijk. Ik ga gewoon heerlijk spelen en dan zien we het wel.